2020 is niet meteen een topjaar te noemen. Geen Prides, geen Songfestival, geen EK. Maar de uitreiking van de Oud Media Award, dat pakken ze ons niet af. Ieder jaar kan er gestemd worden op de website van OudTV voor de persoon die volgens jou de LGBT community op de meest positieve manier in de aandacht wist te brengen. We hadden heel sterke genomineerden zoals Jitske van de Veire of een Nick en Christophe uit Blind Getrouwd. Maar uiteindelijk ging groenminister Petra de Sutter met de meeste stemmen lopen. In oktober legde zij de eed af als allereerste transgender vicepremier van België. Iets waar ze geschiedenis mee schreef. Coronaproof hebben we natuurlijk buiten afgesproken en dat doen we ook met het juiste mondmasker. Proficiat met uw award, mevrouw de Sutter. Hoe belangrijk is de representatie van LGBTQ+ personen in de media? Nog altijd heel belangrijk. Eigenlijk zou het een non-issue moeten zijn en zou het beter zijn mocht zo'n award niet eens moeten bestaan natuurlijk. Maar het feit dat die bestaat is omdat het nog altijd nodig is, omdat het nog altijd discriminatie is, geweld, mensen die het moeilijk hebben met zichzelf, maar ook de omgeving, familie, vrienden die niet altijd accepteren als iemand een coming-out doet op vlak van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Zelfs al hebben we goede wetgeving in dit land en zijn er heel veel rechten beschermd en is er heel wat mogelijk. Toch is het nog altijd moeilijker voor holibies en transgender om een relatie aan te gaan, om werk te vinden, om zich in het leven zeg maar, op een bepaalde manier te bewegen. Moeilijker dan voor andere mensen. En dat mag zichtbaar gemaakt worden. We weten dat u zelf niet graag rond dit thema in de belangstelling staat. Hoe staat u er nu tegenover? Ja, ik heb liever dat mensen met mij afrekenen voor wat ik doe en wat ik zeg en niet wie ik ben of wat ik heb meegemaakt. Waar moet deze regering nog werk van maken met betrekking tot LGBTQ+ thema's? Wel, er zijn nog wel wat zaken die we moeten regelen in verband met hate crimes, zoals dat noemt. Hate speech, hate crimes, dat moet nog strenger aangepakt worden. Op vlak van discriminatie, in principe is de wetgeving al heel volledig. We hebben ook het homohuwelijk natuurlijk. We hebben ook de mogelijkheid tot het stichten van een gezin. Het enige wat niet geregeld is natuurlijk het meevaderschap. Ik denk ook dat we voortdurend waakzaam moeten blijven ten opzichte van ook wat er rondom ons gebeurt. Hè. In onze eigen samenleving gaan er ook wel stemmen op. Die pleiten om in een andere richting terug te keren naar het verleden. Kijk naar wat er in Polen en Hongarije gebeurt. Dat zijn evoluties binnen Europa die toch wel onrustwekkend zijn en waar we toch voortdurend moeten waakzaam blijven dat niet bij ons gebeurt. Hartelijk dank mevrouw de Sutter voor uw tijd. En fijne feestdagen en geniet enorm van de award.